En allemaal, welkom terug aan mijn server. Wij hebben. Oeh, een baby! Als je een farmer wordt, jongen, dan ben ik blij. Dan zal ik jou niet vermoorden. Dus als je geen farmer bent, dan ga jij misschien dood. Oké, in ieder geval. We gaan vandaag werken aan een Iron Golem Farm. En die komt daarboven. En zoals je ziet, heb ik daar al wat gedaan. En daarvan laat ik dan nu even snel een mooie timelapse zien. Die komt dan nu. Oké, dat was toch hartstikke leuk. Ik wil hem meteen dit laten zien. Ik heb aardig wat spulletjes, ik kan zien. We hebben dus 3 blocks hiervan. 3 stacks blocks bedoel ik. 2 stacks blocks redstone. Bijna 2 stacks blocks lapis. Aardig wat kool en zo. 2 kool en apples. Allebei uit een dungeon, deze twee. 8 name tags. Dit ding die op zich niet verkeerd is, maar heb ik gezakken aan. En dan 1, 2 fortune. Ik bedoel, silk touch pickaxe. En breaking 3. Fortune 3 en deze. Maar ja, we gaan werken aan een Iron Golem Farm. En ik ga daar vooral heel veel offscreen werk in zetten, want het is niet echt het meest boeiende. Dus, ik moet even kijken hoor. 2 emmertjes water. Ik moet even mijn inventory goed doen, dan ga ik daar zo meteen aan werken. Dus ik zie jullie als ik een beginnetje heb. Ik hou toch zo van ladders. Ladders zijn gay. Wiens idee was dat ik hem zo hoog in de lucht te gaan bouwen? Je kan precies zien waar ik alles met dirt al opvullen. En op welk moment ik sowieso had van fuck dat, ik gebruik gewoon steen. Kun je heel goed zien. Daar is hij. We zijn er bijna. Oké. Daar komt de onderkant van de dirt. Ik had dirt mee moeten nemen. Oké, we zijn hier al meteen bij de Killing Chamber. Hier komen uiteindelijk de golems in te vallen en dan gaan ze dood. Wat we nu moeten is een 20x20 platform. Dus dat is dat ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. En dat alle kanten dus op. En dan heb ik uiteindelijk een platform. Dus ik zie niet als ik dat heb. Oké, ik heb nu dus een platform van 20 bij 20. En erop staan muren van 3 hoog. Daarop moeten we dan het water doen. Daarvoor willen we eerst even de hoeken vullen. Dit kan in principe zonder de hoeken vullen. Maar zo maak ik de kans kleiner dat ik een misklik maak, zeg maar.
Zo. Moeten we overal langs. Dan hebben we zometeen de eerste spankamer klaar. Ik moet er meteen bij zeggen. Ik gebruik bijna een Dokkemse design. Ik zeg maar, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen ik heb dit zelf ook uit zitten vogelen. En toen ben ik even gaan kijken op internet naar andere designs. En het is eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat is dan weer jammer. Maar meh. Zolang het maar werkt, hè. Zo. Waarom ik dit trouwens zei over dat het ook Doc M's design is, is zodat ik alvast comments kan vermijden. En die daar, en die daar. Poep, poep. Zo. Oh, nee, wacht, dat was te vroeg. Goeie pickaxe, ja. Nu moet ik hem hier neerzetten. Zo. Oh, fuck. Ik hoop dat het niet al te veel verpest. Zo. Oké. De volgende stap heb ik meer cobblestone, meer stone bricks nodig. Maar ik wil eerst even hierheen. Nee, ik wil er niet in. Want de villager is gegroeid. Dus we zullen nu weten of we moeten vermoorden of niet. Oh, jij bent de... Wacht. Ja, dit is de nieuwe. Yes! We kunnen nu een infinite breeder maken. Met twee farmers. Dus dan kunnen we die makkelijker vullen. Het is namelijk zo dat je met 12 villagers kun je 1 golem krijgen. De wiki zegt 15 of zo, maar 12 heb ik er hier en dat werkt. Dus we gaan ervan uit dat mijn waarnemingen kloppen en dat we 12 nodig hebben. En dus als we dan 24 of nog meer daar hebben en dus ook meer deuren, kunnen wij er ook meer golems uithalen. Per keer. Zeg maar, want nu spant er maximaal 1. Is het het dubbele of meer dan het dubbele? Kunnen er maximaal 2 spannen. En dat, voor mij telt het zo door. Ik ben trouwens dat te gaan, zoals je kan zien. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ik ga nu even meer stone bricks halen. En dan gaan we daarna weer verder. Oké, nu heb ik de vloer. Of de vloer, de muren af. Het enige wat we nu moeten doen is een vloer maken. Op deze hoogte. Tegen de deuren aan, zeg maar. Als ik erbij kan komen. Oké. Met ook weer een gat in de midden en waterstromen. En dan is het enige wat we moeten doen, de villager rooms. Dus daar moeten we dan ook nog villagers in zien te krijgen. Het valt me tot nu toe nog mee hoeveel tijd het kost om het ding te bouwen. Ik had er meer tijd voor vrijgemaakt in ieder geval. Was dus niet nodig. Vind ik op zich geen straf. En ik heb ook in mijn comments gezien waarom iemand vroeg waarom ik... die noteblocks gebruikte voor de item launcher. Dat is op zich nog wel een leuk verhaal, want ik denk niet dat veel mensen dat snappen. De item launcher die gebruikt dus slime blocks. En er zijn maar een paar blokken waar die slime blocks niet aan de kant duwen. Waaronder dus de noteblocks. Verder is het obsidian, furnaces, dispensers, dat soort blokken. Melons. En nog misschien één of twee andere dingen. Maar ik vind noteblocks daar dan het leukst voor. Want die geven ook een leuk geluidje als ze gepowered worden, zeg maar. Dat is mijn overheden. En ze zijn in principe het makkelijkst te maken. Het is gewoon hout en één redstone. Dus dat is niet echt een ramp om te moeten gebruiken. Voor mij ga ik echt niet genoeg hebben aan die 5 stacks. In ieder geval, ik zie jullie alweer als dit platform af is dan. En dan gaan wij aan de village rooms werken. Oké, voor de spawn... Nee, voor de villager dingen moet je... Hier zijn bij de dinges, hebben we hier dus een platform. Een hutje nodig waar ze in kunnen staan. En
Zo, dus hebben we even een kamertje nodig. Wat ik jullie meeneem onder dit bouwen is YOLO. Ik alleen niet of ik... Ja, nee, hier moet deze. En nu kom ik hier niet meer op. Dan heel snel kijken. Oh, ik het heb gedaan. Oké, okay, nee, de muren wel driehoog. Ja. En dan daar ook even deze dingen. En daar doen we nog glas over. En ik moet nog even wel 2 extra water hebben. Zo. Want dit is ten eerste zodat de villagers niet in de hoeken kunnen glitchen. En er in theorie uit zouden kunnen glitchen. Maar ook omdat ik in de op de wiki heb gelezen dat villagers min of meer geüpdate moeten worden voordat ze een golem kunnen laten spawnen. Water kan dat veroorzaken, dus ik geloof dat dat ook meehelpt. En dan doen we er een laag glas overheen als plafond, of dak, of hoe je het hier wil noemen. En wat ik ook direct heb getest, ik kan hier zelfs nog een koepel omheen maken van glas. Dat maakt niet uit voor de golems en voor de villagers. En geschaar. Oh jee. Zoek dat schaar. Ik heb ontdekt dat even mijn villagers zoek dat boeken verkopen voor mijn 6 emeralds. Dus bingo. En dan moeten we hier ook een maken. Dus ik maak er nu even alle. Alle spawnhuisjes. Of villager hutjes dingen gevallen. En dan zit ik hier zo meteen terug voor het villager verhuizen. Oké, nu zijn die cellen ook af. Nu ga ik mijn best doen om die villagers hierheen te krijgen. Dit gaat nog leuk worden. Oké, ik denk dat ik ze mee kan krijgen. Ik heb een gigantische turtline gemaakt. En ik hoop dat het werkt. Kut. Als je een hond hoort, dan ligt dat niet aan mij. Dat is toch al de hond van je buren? Nope, nog steeds niet. Ja, verdomme. Oké, okay, ik ben zo terug. Ondertussen is me ook opgevallen dat mijn mobfarm redelijk goed werkt, zoals je kan zien. Vooral als ik daarboven ben, spannen er heel veel mobs, aangezien alle caves gewoon niet meer geladen zijn. In ieder geval, ik denk dat nu alles goed zou moeten staan. Ben jij nog een beetje belangrijk? Hoeveel glowstone verkoop je? 3? Nee, je kan wel weg. Poef. Het zou moeten werken. Moet er wel achteraan, helaas. Nope. Daar stopte die. Verdomme. Nu staat 2 cards voor zichzelf. Voor mij haat deze villager mij. Nou gast, je moet naar beneden. Ik ga hem denk ik doodmaken, dat is makkelijker. Blijkbaar heb ik hem al een keer gehit. Nee. Zodan heb je die dingen minder momentum. Oh. Nee. Daar. En dan kan ik bijvoorbeeld jou er wel in duwen. Want jou ga ik niet meer nodig hebben. Nee, kom hier. Ik wil eigenlijk mijn farmers en mijn butcher. Nee, oh, ik moet eerst even de dag maken, want zo kan ik helemaal niks. Heb mijn bed nog bij me? Jazeker. Die villagers houden niet van als het nacht wordt, zeg maar. Zo. Jij bent een farmer, dus jou wil ik graag even buiten sluiten van de groep. En even een extra torch, zo.
De butcher is ook meteen mooi om op te sluiten dan. En mijn overige farmer, dat ben jij. Oh, ze maken meteen een nieuw baby voor mij. Als je nou even van het fence af wil. Moet ik je nou echt weer eruit breken? Kom op. Zo. Dat liefst nog Silk Touch Book, man. Jij. Yo. Kom je ook even hier? Gaan we even gek doen. Een cleric kan nooit kwaad. Dus ik moet jullie nu naar boven doen. Dus als jij nou even in de ding gaat. Ja. En dan ga ik er meteen achteraan om zeker te weten dat alles goed komt. En mijn kaart is weg. Kijk, zolang hij niet daar komt, is het goed. Komt mij spant daar een zombie op af en toe. Go, 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 go. Hop. Kom op. Ja, oké, okay, helemaal toppie. Ik kan misschien het dak open kunnen maken, dat is slim geweest. En dan ga jij erin. Zo. Nu moet ik nog een vechter uit hebben. Dus dan doen we even torches. Torches, ladders. En dan maken we dit open. Ik denk dat ik beter gewoon even dit kan doen. Zal ik zeker weten als ze erin vallen als ze hier komen. Moet ik er nog 3 omhoog werken. Ik moet uiteindelijk hier 3 villagers hebben ofzo. Dus ik ben nog wel even bezig. Ik zie dus ik dat klaar heb. Oké, okay, ik heb alle spawnkamers. Of spawnkamers. Villagekamers af. En het is zelfs heel zo dat ik al nieuwe dingen heb. Het gekke is. Er zou 1 golem moeten zijn. Het zijn er 5. Ik heb er al 1 vermoord namelijk. Wat we nu dus moeten doen, is ik moet even zorgen dat de items in de hoppers landen. In dat gat hier beneden dus. En dat items... dat de golems automatisch vermoord worden. Oh. En ik moet dit nog even dichtmaken. Daar lag nog 4 iron. Hierin ligt niks. Oké okay dan. Is ik hier weer opgesloten? Oké. Okay, ga even kijken hoeveel daar is. Zeg maar, het werkt zo wel. Denk ik. Maar niet zoals ik het zou willen zien. Dus dat is zeg maar 1 puntje. Kan een nieuwe village erbij? Nee. Het is echt wel heel lang geduurd om genoeg villagers te krijgen. Want het is echt een onberot werk om die villagers te breeden en zo. 16 iron. Oh, ik heb nog een tweede Minecraft openstaan. Oh, music. Oh, oké. Okay. Ik word gepest op mijn server. In ieder geval. Daar had ik bijna dood kunnen gaan. Ik moet even een aantal kisten hebben. Dan maken we gewoon even een shitton aan hoppers. Precies 12. En ik moet even 2 signs, 4 signs en een lava emmer hebben. Zo. Ik ga even een lava bucket halen, dan ben ik daarna terug.
Oké, het kill systeem is heel simpel. We hangen wat signs neer. Nee, de golem staat in de weg. Golem. Ik er even bij. Golem. Ah, god. Oké. 3, 2, 1, go. Haha. Dat water, dat is niet. Oké, dat was maar duidelijk. Wacht, hè. Waar komt het water vandaan? Oh ja, nee, laat maar. Ik weet het alweer. Ik ben dom. Nu moet ik alleen nog daar beneden zien te. Ah, dat was de verkeerde volgorde, Matthias. Gelukkig heb ik het nog gehoord. Zo. Wauw, Matthias. Wauw. Ik ben in ieder geval blij dat het werkt. Dat is echt het beste. En nog vrij goed ook. Die moet hierin. Deze doen we dan even omhoog. Zo, die doen we dan hier. En dirt weg. Zo en zo. Want op deze manier, als er een stack opvalt, gooi je er 64 dirt in. Wacht even. Ze moeten niet over dit blok heen. Zo. Dit blok moet er eigenlijk in zijn geheel niet zijn. Zo. Wij gooien er een stack rails in. Nu werkt het. 2. Dat was dom. Zo. Ik weet niet hoe lang het duurt om een stack rails over te sturen. Dus we kijken maar gewoon. Als dit dan werkt, dan zijn we blij. Ik in ieder geval ben blij. Oké. Je hebt de rails van binnen. Oh, iron. Oké. Dan ga ik nu even elkaar staan. Ik denk dat het ook was voor vandaag. Dat is de video echt heel kort blijkt te zijn. Denk het haast niet. Anders zie ik je de volgende keer weer. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.